Hallo en welkom bij deze nieuwe Let's Play. Oké. Vandaag zie ik er niet uit. En dat komt omdat ik niet helemaal 100% fit ben. Soms heb je van die dagen dat je gewoon niet helemaal lekker fit bent. En dat is vandaag, want school is weer begonnen voor mij en alles is weer vroeg. Dus die switch moet ik maken en dat is lastig. En ja. Maar we gaan dus nog even een lekkere update let's play maken. Ook al is er echt niet heel veel. En misschien vraag je je af waarom de hel zit je op een Engels vol bloed. Maar ik had gisteren ineens een mood. Van, oh, ik moet echt op mijn Engels vol bloed gaan rijden. En soms heb je gewoon even momenten die je denkt van, oh, ik wil echt weer op dat paard rijden. Nou, vandaar dat ik op mijn Engels vol bloed zit. Maar er zijn nieuwe. We hebben deze, is volgens mij nieuw. Cute. Nou, die wil ik niet. Deze is nieuw. Cute. Maar die wil ik niet. Maar deze, die wil ik dan weer wel. Die is wel leuk. Maar, zoals je ziet, ik heb een veel te weinig turquoise hiervoor. Oh, en deze is verplaatst hierheen. Nou, prima. En we hebben de andere zweetvos paard. Ja, ik kan ze dus niet kopen. Ik heb te weinig turquoise. En denk je van, dan koop je toch. Je koopt toch altijd. Ik koop altijd. Maar ik heb de laatste tijd geen dubbel starcoins meer gezien. En ik koop alleen met dubbel starcoins, want anders vind ik het zonde van mijn geld. En de laatste tijd zijn er alleen maar aanbiedingen geweest van andere dingen. En geen dubbel starcoins. Dus vandaar. Ik ga even trouwens mijn homestable in. En jullie wat laten zien. Want dat vinden jullie blijkbaar echt zo interessant. Ik ga trouwens ook even kijken wat het nieuws. Ja, de Condomara's zijn er nog steeds. Ik twijfelde nog of ik die zou willen. Alleen, ja, die zijn al weg. Die zijn dan al weg voordat ik überhaupt Starcore heb gekocht. Dus vandaar. En ik wil ook, denk ik, geen nieuwe Quarter. Want ik vind ze niet... De kleur is zo mooi dat ik hem wil hebben. En waarom valt mij zo weer uit? En it keeps loading, loading, loading. Ja... Ik weet niet wat het altijd is met al deze lag en zo, maar ik word er gek van. Lag. Is het weer zo'n moment dat ik gewoon niet meer mijn homestable in kan? En dat het daarna weer huilen geblazen is met al die netwerkfouten? Ik denk het wel. Mag ik mijn stal in? Maar ik wilde dus wat laten zien. En dan kan ik nog niet laten zien wat mijn homestable niet in kan. Omdat gewoon zo... Lang laat. En daar heb ik ook echt serieuze issues mee met SSO. Dat gewoon de hele tijd niet wil laden. En het is niet wat aan mijn internet ligt. Oh ja, gooi er maar een netwerkfout in. Als mijn internet lag, dan viel alles uit. Maar de enige wat uitvalt is SSO zelf. En daar word ik helemaal koekoek van. Oké, dan zijn we weer eindelijk weer in mijn homestable. Maar Mark is mee bezig bijna geweest. En zijn deze sit-shed paarden. Want ik kook geen stal op meer. Oh, ja. Normaal zijn ze altijd happy. Maar Star Splash. Heb je de Umbra Nightlight en de Isla. En Autumn. Ja, Autumn. I had that, the Artie. En Moonlight. Die zijn allemaal level 14. Dus er komt nog een cute train aan. Hier staat Midnight Star. Want ja, starter. En ik weet nog niet waarom. En hier is Dizzy Runner. En Dizzy is alweer level 14. En dat gaat heel snel. Maar echt heel snel. Ja. Ik probeer dat zeg maar gewoon. Dus ik zag ze dat moeilijk praten. Maar... Mensen willen dat ik live ga trainen. En dan denk ik van, ja, maar ik heb niks om te trainen. En ik ga geen releases doen als ik
niks heb om te trainen. Want ik vind de races doen zonder dat ik er XP voor krijg wel een beetje heel sad van de tijd. Dus vandaar. Ik ga wel de Druid race even doen. Want mensen vinden het blijkbaar interessant hoe ik de Druid race nog steeds wel elke dag doe. En even kijken hoe ver we daarmee zijn. Yeah. Want ik koop natuurlijk geen nieuwe quarter. En dan wordt deze video heel saai. Vind ik dan tenminste. Dus ja, sorry als je kwam voor quarter kopen. Maar dat ga ik niet doen. Want ja, ze zijn wel leuk. Maar het is niet dat ik ze nodig heb. Weet je wel, ik heb er al één. En ik kan het ook niet betalen. Oh jongens, ik wil deze deur weer open. En dan ga ik even ouderwets paard verzorgen. Ja. Want, ik weet ook niet waar. Ja, ik rijd mijn Engels volbloed nu. Omdat ik het eigenlijk gewoon wel leuk vind. Om even die oude paarden weer eens even op te pakken, zeg maar. Want ja, iedereen rijdt op de nieuwe paarden. Maar ik heb afgelopen jaar niemand op een Engels volbloed zien rijden. Dus, oeps. En ik vind deze ook gewoon adorable. Jongens, doe eens even. Water. Neem water, dank je. Oké, dan gaan we Dizzy even bestijgen. Eerst even de tuig hiervan afhalen. Voor zover dat mogelijk is. Mijn inventaris is echt een mes. Maar het zal wel. Ja, ik ruim het ooit wel een keer op. Nooit dus. Nee, ik heb afgelopen tijd wat Starshield TikToks gemaakt. En daarin heb ik dus ook heel veel outfits nodig gehad. Mocht je me nog niet volgen. Ja. Moffix sessie op alles. Zelfs op games. Dus ja. Ik ga even helemaal los op deze muziek. Maar ik wou naar de Druid rijbak. Om mijn progressie te laten zien met de gratis zwaard. Wow! Ja! Sneller trailer, oké. Want ja, het is nog niet ver dan de afgelopen tijd. Nou, 9. Ik denk dat ik deze reward nog kan halen. En ik hoop dat ik dan even een quest krijg. Want dat is wel leuk om even te filmen, denk ik. Ik ga wel eerst even schaduwen vermijden. Ook zonder zadel. Goed verantwoord, jongens. Ik vind het wel cute zonder zadel. Alleen draf zonder zadel, daar gaan we het niet over hebben. Daar moeten ze echt wat aan doen. Oh, zo cute. Ja, ik blijf gewoon lekker zonder zadel rijden, joh. Nou, kom maar. Kom maar. Come and get me. Wil ik dan hierna nog even een missie doen? En dat ik dan denk ik wel die reward heb. Dat is wel tof. Wishy. Oh, oh, dat is de bedoeling. Gaan we die kant op. Ja, ik weet echt niet wat ik allemaal moet vertellen aan jullie. Want ik heb nooit iets nieuws op mijn account of zo. Ik heb de dagboeken voltooid. In de livestream van gisteren. Dat was heel gezellig. Mijn stoel, ik ben helemaal verkouden. Super tof. Ik weet ook niet waardoor dat komt, maar goed. Dus ja, het loopt op rolletjes. Oh ja, en natuurlijk vrijdag de aankondigingen van mijn lieve pony. Daar heb ik echt heel veel zin in. De video zelf is wat minder geworden zoals ik verwacht, maar ik heb er gewoon zin in jullie reacties. Daar heb ik zin in. Nog maar een uur per dag op stal zijn, dus ik kan niet zoveel filmen. Dus nee, dat is zo naar. Maar ja, ik kan wel weer foto's gaan spammen op Instagram. Daar heb ik wel heel veel zin in. Beloning, plus 400. Yes. Oké, dan moeten we er nog 800. Nee, niet 800. 700. Oké, dat is bij deze wel gebeurd. Die krijg je 600 voor. Dan doen we nog één training. En dan hebben we het al. Wauw. We moeten naar Zuderhoef. Dus ik ga naar Hermits. En mensen vragen zich af waarom ik de kaart open. Terwijl hier de dingen staan. Dat heb ik volgens mij ook vorige keer uitgelegd. Dat komt zodat ik gewoon kan zien wat de dichtstbijzijnde trailer is. Want Zuderhoef is best wel een groot gebied. En de ene keer is het aan de kant van Nieuw Heelcrest. En de andere keer is het aan de kant van Zuderhoef Dorp. Dus vandaar dat ik gewoon eerst kijk waar het is. En nu ligt het in het midden. En dan is Hermit het dichtstbijzijnde.
That's smart thinking. Ah, deze vind ik naar, maar die andere vind ik ook heel naar. Dus ik weet niet helemaal wat ik ervan moet vinden. Blijf op de grond. Maar gelukkig hoeven we niet zoveel van deze te verzamelen. Maar ze vliegen zo snel weg. En dat vind ik irritant. Blijf. Blijf. Deze kan ik nog. Yes. Oh kijk, op deze manier vind ik heel wat te doen hoor. Gewoon rondjes rijden. Maar ik doe elke dag deze missies en dat is gewoon om het gratis paard legit te krijgen. Want dat lijkt me een heel leuk video straks als ik hem uiteindelijk heb. Want ja, ik ken weinig SSO friends van mij die het, ja, SSO YouTubers en friends die dit zeg maar op dagelijkse basis nog doen. Dus vandaar. Over het algemeen ken ik weinig SSO YouTubers die ook al buiten het opnemen er veel tijd in steken. Dus ja. Ben ik daar echt de enige in? Hoe vinden jullie dat eigenlijk? Want ik ben wel een van de weinigen die al hun paarden hebben uitgetraind. Kijk, ik ken wel wat mensen die natuurlijk al hun paarden uittrainen. Maar of dat nou... Die nemen het niet op. Dan moet ik even nadenken. Is het echt zo? Ik kan niet de enige zijn. Yeah. Nog één. Nou, daar komt de kudde aangerend. Dat vind ik leuk. Zo, missie is voltooid. Nu nog één training en dan hebben we een nieuwe reward. En dan hopelijk komt dat wel goed. Oké. Heb ik echt 600 gekregen of 300? Ik weet het niet. Oh nee, ik heb 300 gekregen. Ik dacht 600. Oké. Oh, we gaan weer naar Zuiderhoef. Wat tof. Maar we moeten gewoon even al deze missies doen. Dus blijkbaar. Kijk, nu is hij wat dichter bij Zuiderhoef. Ja, oké. Eigenlijk precies dezelfde plek. Maar goed. Iets dichter bij het dorp dan bij Hermit. Dus vandaar dat ik dan naar de trailer kijk. Of naar de map kijk voor welke trailer. Brrr. Auw, ik prikte mezelf. Waarmee? Met dit ding. Zo'n haakje. Waarom is die scherp? Moet ik echt even naar kijken. Wow, het hele veld ligt vol met van die Dragonian meuk. Wow. Oké, we gaan het even pakken zonder te sterven. Want deze vind ik lastig. Omdat, ja, het is gewoon naar. Deze is gewoon heel naar om te doen. Oké, volle concentratie aan. Oké, want we moeten 30 hebben en dat zijn er nog best wel wat. Volgende. Die. En die. Deze gaat uit als ik aankom. Ja, ik moest wel voor remmen, maar dat maakt niet uit. Oh. Nee. Dat was heel vervelend. Oh, daar reed ik iets te kort langs. Maar maakt niet uit. Oké, jij gaat uit. Jij gaat aan. Gaat deze uit. Dank je. Kan ik deze alle drie verzamelen? Ja, I can. En dan deze twee. We gaan goed. We gaan goed. Dat is wat telt. Yes, ik heb nog nooit zo'n perfect rondje gehad. Ga uit. Top. Nog maar eentje. En dat wordt deze. Yes. Met maar eentje die fout ging. Even chapeau. Ja, dat lukt mij normaal gewoon nooit. Overwinning behaald. Wat tof. Terug naar de bak. Ja, dan moet er nog eentje in. Ik hoop dat ik een missie krijg. Maar ik weet niet. Ik krijg soms tussendoor missies. Nee, ik wil de carousel springen. En ik snap ook niet waarom ik hem al faal voordat ik überhaupt begon. SSO, explain to me. Nou, we zijn weer terug. Overwinning behaald. Oeh, een nieuwe beloning.
Die laatste doe ik nog wel eventjes zelf. Maar het ging mij hier om. Om de beloning. Nee, ik heb geen quest. Sad. Maar ja, dat is mijn beloning. Wauw. Wat heb ik gekregen? Een western hoofdstel. Het is deze. Wat cute. En mijn paard kijkt echt alsof hij gaat niezen. Maar ja. Dat was deze let's play voor deze keer. Vond je het leuk? Beloon met een duimpje omhoog. En ja, sorry dat ik geen quarter heb gekocht. Daar kan ik niks aan doen. En schrijf in je agenda vrijdag. Want dan komt mijn nieuwe paard. Nou, dan komt die mijn nieuwe paard. Dan stel ik die voor. Dus ja. En dan zeg ik, houdoe.